Ja, wat is een sportzomer zonder een top 5? We hebben 5 iconische sportfragmenten en elke week mag een bekend iemand een fragment eruit halen en een fragment erin zetten. En deze week hebben we een extra leuke gast, Lilian Marijnissen. Nou, wat leuk. Ja, fractievoorzitter van de SP en Feyenoord-fan en misschien wel de volgende premier van Nederland. Mevrouw Marijnissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoi. Nou, zeg het maar. Eerst, welk fragment gaat eruit? Ja, ik wil graag het Olympische goud van Epke Zonderland eruit. Oké, dat is een vrij iconisch fragment. Ja, dat is misschien wel de grootste sportprestatie van deze eeuw van Nederland. Maar goed, ja, gast bepaalt toch in dit... Ja, dat is wat we hebben bedacht. Zij dat de gast bepaalt. Ja, okay. En welk fragment komt erin? Wat zet u in de top 5? Ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. En ik wil graag in de top 5 de motie voor een betere waardering voor onze zorgverleners. Ja, uw eigen motie. Dat is helaas geen sportfragment. Ja, dus? Nee, omdat dit de sport... top 5 is? Ja, het is niet tegen mij gezegd hoor, dat het dan ook een sportfragment zou moeten zijn. Nee. Ik wil deze motie erin. Ja, hadden we dat nou weer niet gezegd? Jij had toch een voorgesprek met haar gehad? Of? Ja, nee, ik dacht dat jullie al een beetje gezegd hadden. Nee, maar wat denk jij dat een voorgesprek betekent? Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik heb gewoon met haar gepraat. Ja, ja, wacht even. En iets van Feyenoord erin? Of Dirk Kuyt, kampioenswedstrijd 2017? En Rick van Kuyt? Van wat leuks, Hofplein. Ja, jongens, ik ga hier niet met jullie over onderhandelen nu. Ik mocht een fragment kiezen. Ik wil deze motie erin. Oké, dan is dit de nieuwe top 5. Allemaal fantastisch. Echt waar. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Oh, alle twijfel is weg. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat zorgverleners een enorme prestatie hebben geleverd, spreekt uit dat nu het moment is om zorgverleners structureel meer te waarderen en gaat over tot de orde van de dag. U kunt mij van alles verwijten, behalve dat ik te vroeg gepiekt heb. Karl Heinrich Marx, the father of Marxism, was born on May 5th, 1818 in the Kingdom of Prussia. Yes, bedankt Lilian Marijnissen. Doeg! Ja, het zijn nu wel echt 4 politieke fragmenten. Ja, dit is wat ik vorige week probeerde aan te geven. Dit is het nadeel van elke week een SP-politicus natuurlijk. Ja, en ik zit te denken, we hebben voor volgende week Renske Leijten. Hè? Ja, die ga je nu niet meer afbellen. Nee, die ga je niet meer afbellen natuurlijk. Doe je niet. Nee. Nou ja, als ze maar van Maradona afblijft. Pff.